Oud in een zaal zit, waar aan een volle zaal wordt verteld dat je, dat je niet-moslims niet gelijk kunt behandelen en daar alleen maar mee hoort om te gaan als je daar voordeel bij hebt, dan denk ik dat je al met voldoende problemen zit om de dialoog aan te beginnen. Dit is maar één van de voorbeelden die een ex-veldmedewerkster meemaakte. Ze pleitte 3 jaar lang voor meer dialoog tussen de verschillende geloofsovertuigingen, maar merkte erg radicale standpunten op die de integratie lang niet bevorderen. Ook een ex-straathoekmedewerker uit Boom hoorde radicale standpunten van 3 mannen in traditionele kledij tijdens een sportuurtje met de verschillende Marokkaanse jongeren. Op een gegeven moment waren we aangekomen bij het feit van de steniging van die mevrouw in Nigeria. Iedereen herinnert zich daarvan. En dat ik zei van, maar dat is er dan toch wel over? En het antwoord was daarvan, nee, dat is er niet over, want dat is uiteindelijk barmhartig, zo kan die vrouw niet meer zondigen. Ja, ik denk niet dat dat de boodschap is die dat ons maatschappij kan verdragen. Het waren jongens uit Boom, uit Antwerpen? Eén iemand die ik niet ken en twee jonge gasten ook uit Boom. Van de organisatie Jongeren voor Islam? Van de organisatie Jongeren voor Islam, ja. Jongeren voor Islam heeft zijn ontmoetingsplaats in Bergen. Nordin Tawil is imam en kent de organisatie die deze straffe taal zou uitgesproken hebben. Maar natuurlijk, er zijn een aantal radicalen die niet akkoord waren met de koers van jongeren van islam, waardoor ze te radicaal zijn geworden, waardoor ze wel gevaarlijk een gevaar vormen voor de samenleving. Wij hebben met die jongeren gesproken. Er zijn toch een aantal jongeren die koppig zijn en bij hun standpunt blijven. Maar het is een zeer kleine minderheid. Maar naast radicaliteit merkt de ex-veldwerkster ook nog een verschil tussen Turkse en Marokkaanse moskeeën. Er is een duidelijk verschil tussen Marokkaanse en Turkse moskeeën. Hoe komt dat? Turkse moskeeën zijn aangesloten op een net. Dat betekent dat hun imam meestal uit Turkije komt. Hij staat dan ook onder controle van de Turkse consul in het land waar die is. Dat is niet het geval bij Marokkaanse moskeeën. Daar kiest eigenlijk het postuur de imam. Dat betekent dat de imam predikt voor zijn broodheren. Dat maakt het veel moeilijker om te controleren welke boodschap er precies gegeven wordt aan de gelovigen. Zo zouden ook enkele Antwerpse moskeeën ondergeschikt zijn aan de grote moskee van Brussel, die dan weer werkt met geld uit Saoedi-Arabië, een land dat nog steeds zeer radicale standpunten inneemt. Verschillende onafhankelijke bronnen bevestigen ook Antwerpse banden naar Saoedi-Arabië en bijhorende radicale standpunten. De politie bestudeert met permanente bezorgdheid de verschillende verenigingen. Toch kan of wil niemand dit voor de camera bevestigen. De imam ontkent alles. De grote moskee, dat is een apart geval. Dat heeft een koninklijke geschiedenis. Dat is een geschenk van koning Boudewijn aan de koning van Saoedi-Arabië. Dus dat heeft een apart geval. Dat is de enigste moskee die gefinancierd wordt door Saoedi-Arabië, maar voor de rest, alle moskeeën financieren zichzelf. Ook niet van hier in Antwerpen? Ook niet van hier in Antwerpen. Geen enkel moskee wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië.